Ik wil ook gewoon eens, ik zou het vet vinden om hier een serie over te maken hoe ik deze ga. Het ziet er kunstmatig uit, maar het ziet er als karton uit. Dus als... Oh ja, gewoon de eerste. Lekker! Lekker! Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Of moet ik zeggen, goeienacht, want kijk eens hoe donker het weer is buiten. Ja, op camera ziet je dat niet zo, maar als je hier staat, wacht, ik ga proberen de setting zetten hoe ik het nu zie. Ik zie het zo. Wat een weertje weer, hoor. De rainy days zijn er, hoor. De echte herfstdagen. Vol blaadjes hier, vol regen de hele dag door. Ja, dit is echt herfst. Dit is hoe ik de dag ben begonnen en dit is hoe het nu in de middag is, want het is nu eigenlijk middag. Dus het is al de hele voormiddag zo aan het regenen. Ik heb vanmiddag even zakelijke dingen geregeld, dingen die even moesten gebeuren, die heel belangrijk zijn voor de vlogs, voor mijn werk, dus... Blij dat dat even geregeld is. Dus nu kan ik de vlog ook starten met een schone lei zonder ja, nog dingen te moeten doen. Dus nu kan ik gewoon lekker veel filmen vandaag. En ja, dit is hoe ik vandaag de vlog start, mensen. Weet je wat me wel echt gezellig lijkt? Om eens te kamperen in de tuin als het zo regent. Dat ga ik echt eens doen, denk ik. Het lijkt me echt gezellig om in dit weertje buiten te slapen. Maar dan moet ik wel echt een lekker warm deken hebben, want... Het is echt koud de laatste dagen. Vandaag valt het wel best mee door de dag, maar s'avonds koelt het echt... Heel fel af. We moeten natuurlijk ook wel zorgen dat we dan niet gewoon ja, verdrinken eigenlijk, zou ik bijna zeggen. Als het zo hard regent eigenlijk. Ik ben er trouwens ook van verbaasd hoeveel paddenstoelen ik heb in mijn tuin. Kijk dit eens even. Kijk hoe groot ook. Wauw. Hier nog. Kijk deze. What? Dat is echt groot. Kijk, naast mijn hand. Snel terug onder het afdak, want het regent echt hard. Maar zo staan er echt veel. Daar van achter ook allemaal, naast het zwembad. Ik weet eigenlijk niet hoe dat hier komt. Hier ook, besef ik nu. Wow, hier. Eigenlijk staat heel mijn tuin vol paddenstoelen. Daar, mensen. Wow, daar ga ik even filmen. Kijk deze. Die is ook echt groot. Ja, hoe meer ik in de tuin kijk, hoe meer ik besef dat eigenlijk gewoon heel mijn tuin vol paddenstoelen staat. Maar ik denk dat ik nog één keertje het gras moet maaien. En dan is het gewoon gedaan. Dan moet ik gewoon terug wachten tot het lente is. Want ik denk niet dat het gras nog meer gaat groeien. Het is nu ook al echt een beetje gestopt met groeien. Zo hoog is het niet meer. Maar dat gaan we nu gewoon een paar maanden niet meer moeten doen. Gras maaien. Ik ben heel benieuwd ook of het deze winter gaat sneeuwen, want... Dan gaat het gewoon de eerste keer terug zijn dat ik deze tuin vol sneeuw ga zien. Stel u voor, we zwemmen dan. Dat moet koud zijn. Maar goed, ik doe de deur weer lekker dicht en dan zit het weer lekker warm binnen. En als we binnenkomen, dan zien we nog steeds deze mooie tekst staan. De jamies.be. Surf er naartoe, ga er naartoe op de website, de jamies.be. Nomineer mij voor videomaker van het jaar. En dat zou heel nice zijn als we gewoon bij de jamies kunnen zijn dit jaar. En... Als je nog niet geabonneerd bent, dan heb ik alleen maar deze boodschap voor u. Oei, 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 dames en heren. Ik zit nog eens in mijn eigen auto. En ja, ik rijd er eigenlijk nooit meer in, omdat die nog steeds niet gekeurd is. Maar ik moet daar echt eens werk van maken. En ik stel er altijd maar uit. Maar ik wil ook gewoon eens... Ik zou het vet vinden om hier een serie over te maken hoe ik deze ga upgraden. En, want ik heb besloten om hem niet weg te doen. Ik ga gewoon harder werken. Nog harder werken. Nog meer grinden. Zodat ik dit kan betalen. En dan kunnen we die terug helemaal proper maken. Dat kan Seppe, die jullie af en toe al wel eens in de vlogs hebben gezien. Die kan dat wel goed, zo auto's proper maken. Dus ja, dan gaan we die dat laten doen. En dan is deze auto terug spik en span. Dan is die terug in orde. En dan kunnen we hier terug content mee opnemen. Want dit is echt een content auto. Stel het gaat sneeuwen in de winter. Dan kunnen we hier gewoon een slee achter hangen. Dat zou heel vet zijn. Maar ik mis deze auto ook wel, hoor. Het is zo'n unieke... Ja, coole wagen. Maar ik ben vandaag weer helemaal alleen. Het is vandaag dinsdag. En oh my god, ik heb dit probleem alles gediscussed met jullie. Over gepraat met jullie. En dat is, ik ben helemaal alleen door de week. Al mijn vrienden zijn werken. Bo is naar school. Of naar stage. Of... Oh, en het is gewoon verschrikkelijk. Ik weet niet wat ik moet doen als ik alleen ben. Ik weet niet wat ik kan filmen zo goed als ik alleen ben. Maar... Nu is er nog een YouTuber uit Hasselt, ook als ik het goed zeg. Genaamd Sias, die hebben jullie ook wel eens gezien in de vlog overlaatst. En die is sinds gisteren begonnen met dagelijks vloggen. Dus die heeft mij gewoon nagedaan. Hem eigenlijk. Nee, tuurlijk niet. We zijn gewoon conculega's. En hij komt zometeen zelfs naar hier. En dan gaat hij de eerste YouTuber zijn die hier op de muur, bij mijn muurschildering die jullie net zagen, daar komt hij een handtekening zetten. En dan gaat hij de eerste zijn die zijn handtekening daarop gaat zetten. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat er meer en meer YouTubers hun handtekening komen zetten en dat uiteindelijk heel de muur vol staat. Dat zou echt sick zijn. Maar die komt dus zelfs naar hier. Super nice, super gezellig. En ik ben eens benieuwd hoe het gaat lukken met hem, met dagelijks vloggen. Ik ben natuurlijk al
zes maanden bezig. En hij gaat nu ook beginnen. Ik ben echt benieuwd. Ik wens hem heel veel succes. Want ik weet hoe moeilijk het soms kan zijn om ideeën te zoeken. Net zoals een dag als vandaag. Het regent, kijk dit, weer. Het is gewoon verschrikkelijk. Iedereen zit op school, iedereen werkt. Ah! En dat is gewoon niet zo handig, want video's maken is gewoon veel leuker met meer mensen. En meer afwisseling ook in de vlogs. En dus nu zat ik daarnet binnen een beetje muziek te luisteren. En eigenlijk gewoon te wachten tot Sias hier is. Sias noemt trouwens ook gewoon Senne. Besef dat eigenlijk. We noemen allebei Senne. Wauw, als ik hierin zit, mis ik deze auto echt. Ik ga deze echt terug fixen. Ik ga mijn papa trots maken. Want deze auto was van hem. Ik ga die helemaal in orde zetten. Ik ga zorgen dat die shined, dat die blinkt. En dat ik deze gewoon kan houden. Daar ga ik voor werken. Want ik kan deze niet wegdoen. Dat doet gewoon veel te veel pijn. Blijft gewoon zo'n coole wagen. En als jullie nu denken, Senne, waar de f*** heb je het over? We weten helemaal niet welke auto. Wel, ik ga nu uitstappen en het laten zien aan jullie. Want er zullen vast wel mensen zijn die nog niet weten hoe deze auto eruit ziet. Wel, zo dus. Cool toch, eerlijk. Dus laat ik alvast even een alcoholstift gaan halen. Een goede alcoholstift. Zodat Senne, ik ga gewoon Sias zeggen, want Senne is echt gek. Zodat Sias zelfs zijn naam kan schrijven. Kijk eens, twee zwarte stiften. Ik kan hem zelfs nog kiezen. En dan gaan we even naar de muurschildering. Kijk, en dan wordt hij gewoon de eerste die hier zijn naam gaat opzetten. Super nice dit. Laat het er ook doen. Ja, ik laat het doen. Ja, maar mensen, 5 minuten later en hier is hij dan. Mr. Sias. En wie heb je meegenomen? One and only. Dat is mijn vrouw. Dat is jouw vrouw. Zijn jullie al getrouwd? Ja, ja. We zijn primeur in mijn vlog. Eigenlijk wel, joh. Ja? Stop. Als iedereen die naar het feest wilt komen, stuur me. Ben ik uitgenodigd? Ja. Oei. Twijfelgeval. Nee, Sias heeft een cadeautje meegenomen voor mij. En hij kent mij heel goed, want ik heb hier laatst ook een video over gemaakt met Bon natuurlijk. Het is gewoon een krampoes. En ik wist niet eens dat je dit kon halen in België, maar ja, blijkbaar wel. Albert Heijn, ja maat. Zonhoven. Shout-out naar Albert Heijn. Appie Zonhoven City 25. Let's go. Ja, ik heb zelfs ooit gewerkt in Albert Heijn. Ik denk niet dat veel mensen dit weten. In Zonhoven. Meent je dat? Echt waar. Vijf weekenden of zo. Maar laten we even een taste test doen, want het ziet er wel, ja, boom. Het ziet er kunstmatig uit, maar het ziet er als kartonnen. Ja, dat is precies nep. Dat is precies gewoon nep. Taste test, let's go. Ja, jij kunt dat vergelijken met die je zelf gemaakt hebt of zo, hè. Ik ken niet, dat is mijn eerste ooit, hè. Dus meer een koek. Zo proef dat, of zo. Gewoon harder, of? Ja, een luchtiger die ik zelf had, die was wel zwaar. Die was zwaarder. Ja. En misschien wel nicer. Maar ik weet niet, ja, ik vind het wel oké, maar ik ga het niet nog eens kopen. Maar het is wel gewoon een trend die... ik moest het gewoon even proeven. Daar moet je echt gewoon zin in hebben. Ik heb ook een cadeautje voor u. Mag ik dat filmen? Want ik maak eigenlijk wel vlogs. Ik ben eigenlijk Jehovah's getuige. Dat is gewoon de vorige keer. Proef dit. Dit is echt, ik vind het lekker. Ik heb het gezien in een video. Maar wacht. Met welk land komt het? Of wat? Ik denk India. Het is iets, een Indisch dessert. Nee, zo ziet het er wel uit, maar het proeft heel Belgisch. Oh, wacht, het ruikt. Oh, ik wacht. Nou, waar ruikt dat? Ja, maar dat ruikt gewoon naar een gewone. Oh, maar what the fuck? Dat ruikt naar iets wat ik ken. Ja, gast, dan moet ik ook ruiken, hè. Ja, wacht. Dat ruikt echt naar iets dat ik ken. Ik vind dat ruikt naar een oliebal. Ja, smoutenbal. Ja, ja. Exact. Maar zo, het proeft heel dik. Ja, dat is wel nice, dat is wel lekker. Nee. En het is toch gewoon, ik vind het wel nice. Lekker, maar ik vind de structuur niet leuk om te eten. Nee. Ik vind het wel nice. Het is wel lekker. Het smaakt wel naar oliebollen. Ja, het ruikt en het smaakt een beetje naar oliebollen, inderdaad. Maar gewoon heel dik. Maar wat is het dan? Ik weet het niet. Moet ik nu bellen? Ik ga nu bellen. Het is gefrituurd, of niet? Het is ook zo. Geen idee. Ik ga nu bellen. Ik weet het niet. Hij is nog steeds aan het twijfelen of hij het lekker vindt of niet. Het is zo, hoe langer ik het eet... Hallo. Baldiba. Hey, ik heb een vraag. Dat dessert wat je mij gegeven hebt. Ja. Hoe noemt dat? Tetepak. Tetepak. Tetepak, hè. En wat is dat? Van wat is dat gemaakt? Dat is van deeg gemaakt. Zo... Smoutenbol deeg aan deeg. Ja, dat is maar dat zeiden we dat het daarnaar ruikt en proeft. Ja, dat is zo. Dat is deeg, dat wordt ook gefrituurd. Zoals een smoutenbol eigenlijk. Bam! Nice, thanks. We voelen het ons af. Bro, dat is echt insane lekker. Niet normaal. Niet te eten of wat? Nee, jawel. Heel lekker. Goeie. Ja, waar haalt je dat, joh? In de winkel. Oh, nice. Thanks, maat. Maat, kies een stift. Goh, dat is een moeilijke, ja. Maar heeft dat verschil?
Dat is alweer zwart. En zet gewoon als eerste... Dit beseft dus wat een eer dit is. Hè? Ja, eigenlijk wel. Het is wel een eer, joh. Maar je kon gewoon iemand anders contacteren. Dus. De realiteit is gewoon waar. Niet op de tekst. Gewoon ergens erlangs of... Ja. Maar hoe groot wilt je dat? Hoe... Ja, gewoon zo... Zie als ja, of zo. I don't know. Ja, maakt niet uit. Ja, ik zeg gewoon zo. Ik ga wel mijn schoenen uit, dan anders... Mijn schoen op de zetel. Holy shit, gewoon de eer... Besef, ik heb niet eens hier iets staan. Ja, de hele tekst wel. Maar... Ja, is goed. Het is wel spannend eigenlijk, want dat moet één keer goed gaan. Hè. Ja, is gewoon one take. Wacht even. Een goeie, hè. Ja, een hele goeie. Oei, oei. Holy shit, die nice. Die is cool, ja, dat is vet. Heel goed, wel, ja, die witte stukken, maar dat is door de... Ik dacht even van, what the fuck gaat daar komen? Nee. Dat is de handtekening, hè. SN, dacht ik. Wilt je nog een puntje? Ja, is goed. Oh ja, gewoon de eerste. Lekker! Nice, man. Hoppa! En nu? Nu ga ik naar huis, joh. Nee. Nee. Ja, Sias is vandaag ook een video aan het opnemen natuurlijk, want this guy ging mij nadoen in dagelijks vloggen. Ja, zeg het maar zo. Ja. En vandaag zei je, Insta bepaalt mijn dag aan het doen. Ja, Instagram bepaalt mijn dag. Betaalt ook zo. En hij heeft deze story gepost naast hem hier. En ja, wat zijn de stemmen? Hoeveel procent? Ik moet in het water springen, joh. Ja, want jij is het geworden. Godverdikke. Dat is koud. Ik ga mee, hè, man. Ik ga zeker en vast niet mee. Oké, kijkers. Je gaat nu allemaal commenten onder deze video als je ook wou dat beef met mee intraat. Kijk, als deze video 50 likes had, dan spring ik er morgen in. Nee, wacht, ja. Als hij 50 likes heeft. Ja? Uw video of mijn video? Ja, maakt niet uit, dan kom je terug. Mijn video haalt dat. Ja, uwe, ja. Oké, als... Nee, als mijn het haalt. Oké, is goed. Dan kom ik terug, houden we samen in springen. Oké, is goed. Okay? Let's go, maar nu gay. Heel veel succes. Ah! Daar staat hij dan, hoor. Oh! Ik heb hem even een zwembroek gegeven. Hij heeft ook gewoon pas een tattoo laten zetten. Crazy. Ja. Eigen naam, boys. En dan gaat hij nu gewoon springen. Water, ja, man. Besef. Oeh. Oh. Eerste reactie. Oh, ik voel me goed, ja. Oh ja, nu gaat het minder goed, joh. What the fuck? Dat was één keer te veel. Wacht even. 12 seconds later. Oké, mensen, we hebben net... hoe noemt het? Hoe noemt het? Wat? 1 op 10 gedaan. Ah ja, 1 op 10. Sias zei, kans op 1 op 10 dat je... Ik kan niet eens meer praten, holy shit, dat je niet springt. En we hadden allebei 6 gewoon deze keer, dus ik moet erop. Iedereen in. Pakt 6, dus dat wist ik. Jij moet ook, maat. Dat is zo insane koud. Kom aan, joh. Let's go. Eerst rustig trapje en dan gewoon er even onder dompelen en ready. Shit! Dat is die fucking drempel. Let's go. Verstand op 0 en gaan. Ja. Ja. Ja toch. Ja toch. What the... Lekker! Nice, man. Hoppa, nice, man. Maar Uw haar is een, lijkt niet eens nat. Oké, ga ik nog. Ja. Lekker. Woe. Hard, joh, hard. Allee, vlogception begint weer. Maat, merci. Ik heb respect voor u dat je ook bent gegaan. Ja, moet wel, hè. We hebben weer wat content gemaakt, maar waarom klopt ik op eigen content? Ik klopt ook dat je helemaal zo sprak. Wij zijn, zoals Biva had gezegd, de deur uit. Van Gio. Ja. We gaan de deur uit, inderdaad. Hey, maatje. Merci voor de handtekening. Ja, sowieso. Ik hoop dat er nog veel bij komen. Ja, inderdaad. En veel succes, want... Ik weet hoe het is. Ja, het schijnt al 6 maanden, hè? Ja, iets langer. Maar ik hoor dat we 1 dag best wel vol hebben. Dus, ah, oké. Okay. Ik kijk nu naar de laatste dag. Sorry. Ciao, hè. En, tot ziens. Dus hou je warm, want... Maar nu, ik voel me eigenlijk wel warm nu. Oh, ja, is het nu beter? Mijn voetjes zijn een beetje aan het kretsen. Zo. En je dat gevoel dat die zo nog zo... Ja. Je moet er nog wakker worden. Hey, maar ciao, hè. Kijk eens. Sias en...
Lore, als ik het goed zeg. Ik heb eigenlijk helemaal niet achter haar naam gevraagd. Lore is aan de deur uit, Silas en Lore. En nu weer het nieuwe koppeltje. Kijk eens, die zijn hier alweer aan het koken hoor. Ik niet, ik ben door. Ja? Blijf je niet? Nee, maat. Oh. Ik kom gewoon vragen hoe het is. Wat staat er op het menu vandaag? Kip en rijst en groenten. Lekker. Kijk eens, deze man is voorbereid hoor. Paprika, kip, dus ik ga nu de rijst koken en dan gaan we zelfs lekker eten. Smakelijk. En Silas gaat er vandoor. Daar staat hij. Wat een guy toch, hè. Kijk niet naar. Dit ziet er wel lekker uit hoor. Oh, ik kan ons niet serieus nemen, maar we hebben het gewoon goed gedaan. Het is gewoon gelukt. En dat had ik niet verwacht. Nee, we hebben dat goed gedaan. Kip met rijst en paprika, dus daar gaan we nu lekker van smullen. En ajuin, dat was ik vergeten te zeggen. Maar ook ajuin. En een bouillonblokje kip. En water, want dat is in het water gekookt. Oké, wij gaan eten. Goed. Shoutout naar Sias trouwens, want ik zie nu dat hij een hele krompoes heeft laten liggen hier. Die heeft hij gewoon gehaald in de Albert Heijn. Nu ken ik toevallig iemand die daar heel fan, heel veel fan van, heel iemand die krompoesen lekker vindt. Dus we gaan die nu eens even brengen. Laten we gewoon vertrekken, let's go. Maar voordat ik deze krompoes ga brengen, ben ik hier even ingestapt bij iemand in de auto. Wie zal dit zijn? Ja, Sif heeft dus een rijbewijs gehaald, dus die komt even hallo zeggen. En die is weer gelijk met de dikste waggie op pad. Zo gaat hij. Automaat en zo. Pff, gekke boksen waren goed, die muziek hier omhoog. Honderd. Morgen eigen auto koop. Echt? Nee. Morgen heb ik mijn eerste wagen. Echt een goeie. Twee hoor. Een banger. Welke? Stay tuned. Zien jullie binnenkort in de vlog. Zo mensen, ik ben dus uitgestapt bij Sibbe en zelf even naar Bo gereden. En we gaan eens aanbellen. En dan gaan we deze krompoes afgeven. Ik ben dus benieuwd wat haar reactie is. Want ja, ik zeg het, sinds dat wij krompoesen hebben gemaakt, is ze constant aan het vragen om er nog eens ergens te kopen of zelf te maken. Dus ze doet de deur open. We gaan eens kijken. Hey. Ik heb iets bij hoor. Wat dan? Wat denk je dat ik bij heb? Weet ik niet. Huh? Nooit. Echt waar. Hoezo van waar? Sias had er twee bij. En nog één volledig. Dus mag ik even binnen, want het regent. A few minutes later. En hoe was hem? Heel lekker. Maar? Maar, mijn is beter. Ja, dat vond ik ook. Maar voor verhaling... Herhaling valt bij. Dan moeten we eens naar de Albert Heijn. De Vaas. Hallo? Hey. Zijn jullie thuis? Ja, welke? Doe de rol maar open van voor, dan kom ik langs daar. Dat is goed, ja. Oké. Okay. Ja. Zo, dames en heren, even. Oh! Dromen komen uit als jij je wekker zet. Dromen komen uit als jij je wekker zet, en zo is het. Ik ben even naar mijn oma en opa gereden. Ik ga hier even nog wat praten en mijn hart luchten. Laatste weken zijn zo crazy, laatste dagen, maar ja. Meer kan ik nog niet zeggen. Of zo. Meer wil ik ook niet zeggen. Ik ga hier nu even chillen binnen en even praten. Misschien vertel ik zo meteen wel meer. Doei doei! Dames en heren, ik ben ondertussen weer thuis. En ik lig zelfs al in bed, zoals je ziet. Ik ga ook lekker slapen nu. Morgen ga ik vroeg opstaan om 7 uur of zo. Samen met Niels, want die blijft ook weer slapen. Dus ik ga samen opstaan met hem. Ik was dus nog even bij mijn oma en opa geweest. Even gewoon... Goed gepraat, toekomst. Ik heb ook nog met heel veel mensen gebeld vandaag over toekomstplannen. En yes, het komt allemaal dik in orde. Dus ik check jullie morgen weer. Hopelijk vond jullie deze vlog lachen. Ik vond hem alvast super nice, want ik heb hem net ook geëdit. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!